Hallo allemaal. Ik had vandaag getwitterd dat het mij lukte om voor de quiltcursus van By Meek en Shoe Natural het blok van deze maand februari om die op de naaimachine te maken. En ik kreeg er zoveel vragen over hoe ik dat deed dat ik dacht ik maak er even een filmpje van. Het gaat om de tumbling blocks techniek. Dat is een Engels patchwork patroon zeg maar. Nou, dit is het patroontje. Ik ben begonnen, zoals in de quiltcursus ook stond, met de malletjes te maken. En in plaats van het rijgen ben ik de malletjes gaan strijken. Ik heb wat dikker papier genomen. En ik heb alle naden erin gestreken. Nou, ik haal de malletjes er even uit. Mijn lapjes worden paars. Nou, dit is het dakje. Dus die heb ik zo direct pas nodig. Nou, ik hoop dat het een beetje te zien is. Maar de naadjes zijn vrij strak. Nou, ik zorg ervoor dat de hoekjes van de naden goed op elkaar komen. En ik begin te naaien met een... ik gebruik een geleidevoetje, omdat ik dan zeker weet dat ik netjes ga. Ik begin te naaien van het hoekje tot het volgende hoekje. Nou, mijn machine staat zo ingesteld dat de naad altijd aan en afhecht. En als ik afgehecht heb, dan gaat mijn voetje ook weer omhoog. Zo. Nou heb ik één zijde gedaan. Oh ja, en hij knipt de draad af. Nou, wat ik nu doe, is het dakje tot aan de helft erop maken. Ik zorg ervoor dat ik weer mijn vouwnaad die ik net heb gestreken, precies op de andere leg. En ik check het even als ik hier de naad dubbelvouw, dat die gelijk ligt. Nou, dat ligt goed. Ik ga weer naaien van het hoekje over de naad heen tot het volgende hoekje. Nou, en dan ben je al een heel eind. Kijk. Nu is de bedoeling dat de paarse en de witte stof nog aan elkaar gemaakt worden. Ik zorg ervoor dat de naadjes naar elkaar toe gaan. Daarbij vouwt het paarse lapje zich dubbel. En ik zorg ervoor dat het tuutje er tussenuit komt. Dat hij er niet tussen komt, want daar zou je hem misschien per ongeluk vast kunnen naaien. Ik leg de hoekjes weer netjes op elkaar en het naadje leg ik netjes in elkaar. En dit naadje naai ik ook. Een blokje weer af. Nou, ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. En bedankt voor het kijken. Wie weet tot de volgende keer.